radiostation voor Berg Eik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, een hele goede morgen, een hele goede dag, een hele goede avond, een hele goede... Gewoon de hele dag nu alvast gewenst. Dat die heel goed voor u is, dames en heren. Hier is weer Radio Berg Eik. En uw gastheer Toontje Sporenberg, zoals u ook al in de aankondiging hebt kunnen horen. En wat eigenlijk natuurlijk overbodig is om te zeggen, maar ik zeg het toch nog een keer. Uw presentator ben ik, en dat is Toon Sporenberg. Ik ben vandaag, sta ik er geloof ik alleen voor. Ik heb geen idee wat Peer is, maar hij is er niet. Ja, dat, ik hoop niet dat hij ziek is. Maar ik ga het dus alleen doen vandaag. En voor u maakt dat natuurlijk niet zoveel uit, want ja... Peer is natuurlijk ook maar Peer en is maar een stem en verder niks. Dus ik ga beginnen en ik begin met een nog liggend gemeentebericht. Gemeentebericht. Dames en heren, het is weer zover. De jaarlijkse pompoen en kale basdagen zijn weer uitgebroken. En u kunt ook zelf deelnemen aan de wedstrijd pompoenschikken. En om daaraan te kunnen deelnemen moet u eerst in uw tuin, indien mogelijk, het wapen van Berg Eik in pompoenen schikken. Er komt dan een jury langs en als het een beetje goed lijkt kunt u meedoen. Wat gebeurt er op deze pompoendagen? Het gaat natuurlijk om de mooiste, de zwaarste pompoenen, de vrijste pompoenschikking. En daarnaast zijn er in deze pompoenrage natuurlijk kan de bezoeker, want u kunt ook gewoon komen kijken... u kunt dan proeven van onder andere pompoensoep, pompoenbrood, pompoenchutney, pompoencake, pompoenjam, pompoenzoetzuur. En dan de vele soorten gedroogde pompoenen. En er is een doorlopende pompoenfilm. Presentaties van Belgische pompoenliefhebbers. En tenslotte ook nog een spraakmakende presentatie van de gigapompoen. En, maar daar houdt het echt niet mee op, want daarnaast hebben we dierenfiguren van pompoenen en takken. En massieve en houten tuindecoraties en ornamenten van pompoenen. Een verkooppresentatie vogelvoedertafels, geheel opgetrokken uit pompoenen. Drinkbakken gemaakt van pompoen. Herfst- en wintervoederpakketten en nestkasten die als hoofdbestanddeel pompoen hebben. Winterbamboe. En vrije fototentoonstelling... Ik kom er helemaal niet uit, zeg, zoveel is het. Een vrije fototentoonstelling van pompoenen... en verkoop van diverse aan pompoenen gerelateerde producten. Nou, ik zou zeggen, komt alle kijken op de jaarlijkse pompoendagen. Hoog bezoek! Hoog bezoek! Dames en heren, bij mij in de studio hoog bezoek. En dat is niet voor niks, het is de heer Van Zult... U kent hem allemaal van het CDA en tevens lokale burgemeester. En in de portefeuille verkeer en vervoer. U heeft misschien allemaal wel in de kranten gelezen dat sinds het besluit is genomen om de bromfietsen niet meer op het fietspad te laten rijden, maar gewoon tussen het razende snelverkeer, eigenlijk het aantal verkeersslachtoffers drastisch is teruggelopen. En daar heeft meneer Van Zult een aantal conclusies uitgetrokken. En meneer Sporenberg, het is Zult, zonder van. Oh, sorry, meneer Zult. Meneer Zult heeft daaruit diverse conclusies getrokken en is niet bij de pakken neer gaan zitten, integendeel. En heeft een enorm plan ontwikkeld om de verkeerssituatie zo mogelijk, als ik het goed formuleer, nog veiliger te maken. Zeg ik het zo goed, meneer Zult? Dat zegt u goed, meneer Sporenberg. Ik ben hier dus namens de BMW. Ja. Want het is niet alleen een beleidsvoornemen van mij persoonlijk. Het is echt, de hele BMW staat erachter. Ja. En daarin willen wij als Berg Eik een zogenaamde pilotgemeente worden. Ja. Dat wil zeggen een voorlopende gemeente. Zoals altijd eigenlijk al. Eigenlijk zoals we in Berg Eik dat gewoon zijn te doen. Ja. En hier hebben wij het volgende initiatief ontwikkeld. U zegt het al, de Brommer op de Rijweg. Dat is een prachtig initiatief geweest. Het was ook echt een gedurfd initiatief. Zeker. En daarop doordenkend hebben wij van de commissie Verkeer en Vervoer, gemeente Groot Berg Eik. Ja. Hebben wij eigenlijk een tweerichtingen beleid ingezet. We gaan door in deze moderne ontwikkeling. Ja. En tegelijkertijd doen we daarmee een stap terug. Nou, wacht even. Ik bij het begin beginnen. Ja, alstublieft. Want ik kan er nu nog even geen touwen vastknopen. Nee, en ik denk de luisteraars thuis ook. Dat is de beleidstaal die ik bezig. Precies. En daar kan lang niet iedere Berg Eik naar met de pet bij. Laat ik het in gewoon Berg Eik zeggen. Dat voetpaden, en fietspaden, en woonerven, en speelplaatsen worden afgeschaft. Juist. Dat wordt allemaal rijbaan geëgaliseerd. En het wordt allemaal rijbaan.
Juist. Want u bent heel sterk van mening dat het verkeer dus eigenlijk één geheel moet worden en dat de verwarring ontstaat door het aanleggen van fietspaden en voetpaden. Omdat kinderen spelen bijvoorbeeld op de voetpaden, maar als de bal op de straat komt, dan maken ze opeens wel deel uit van het verkeer. U zegt, laat ze vanaf de voordeur ja, deel uitmaken. Ja, en de automobilist is daar niet meer aan gewend. Ze denken, we hebben al voor alles gescheiden ruimtes. Ja. We hebben speelplekken, we hebben voetpaden, we hebben fietspaden, we hebben hangplekken voor hangjongeren. Dus we gaan ook de hangjongeren, zetten we midden op de rijbaan. Zodat we leren een soort alertheid weer op te kweken bij de burger. De burger, ja. Kijk, wij waren, en dat zo goed aan Brommer op de rijweg, er werden nooit Brommers verwacht op de rijweg. Nee. Dus bleven auto's gewoon maar doorrijden. En Brommers bleven gewoon doorrijden. En dat had een soort verdoving tot gevolg als verkeersdeelnemer. En dan knalden het op elkaar. Ja. Omdat je nou weet, ik kan van alles verwachten. Precies. Ga je anders aan het leven deelnemen, ja, zou ik maar zeggen. Dat alles, kun je alles verwachten, dat heeft u nog verder doorgevoerd. U wil namelijk ook dat het rechts- of linksrijden vrij wordt. Dat wordt naar keuze. Dat wordt naar keuze. Stoplichten, daarop reageren, is ook naar keuze. Ja, wat de betekenis van de kleuren in het stoplicht, wordt ook naar keuze. Vrijgegeven. Ja, als jij vindt, rood is voor mij doorrijden en groen is stoppen. Dan doe je dat. Dan doe je dat. En dat leert de andere mensen die altijd een beetje lethargisch staan te wachten voor een stoplicht, ja, goed opletten. Ja, tuurlijk. Want kijk uit, ik kan wel denken dat groen doorrijden is, maar mijn overbuurman die daar aankomt te chasen met 120 km per uur over het eikenrent, kan wel gekozen hebben voor rood is doorrijden. Ja. En dat geeft een bepaalde alertheid, een bepaalde levendigheid, verwachten wij ook in het straatbeeld. Natuurlijk. Dat je, en daarmee hopen we het aantal verkeersslachtoffers, wat in Bergijk toch boven het landelijk gemiddelde ligt, ja, al weer heel erg al, terug te draaien. Ja, want het plan is mede ontstaan vanuit de filosofie dat destijds in de middeleeuwen ook alles gewoon één zeg maar, rijbaan was, om het zomaar even simpel te zeggen. Ja, je had in Bergijk, er waren gewoon een groep schuren, rietwitten. En er waren karpaden en koeien en kippen, liepen allemaal door elkaar heen. Ja. En die snottenbellende kinderen liepen er gewoon doorheen. Ja, en nu heeft u eens nagetrokken dat eigenlijk het aantal verkeersslachtoffers in die tijd bijna te verwaarlozen was. Ja, wij kunnen zelfs, als we de statistieken erop naslaan, kunnen we eigenlijk voor 1910 geen automobielslachtoffers vinden. Kijk. En dat wil toch dat iets zeggen over hoe ja, er toen met het verkeer werd omgegaan. Ja. En toen was er geen sprake van alles gereguleerd tot voetpaden en toen hoefde hij ook geen helm op. Kijk. Op de Brommer. Kijk. Voor 1910. Dat wordt ook afgeschaft, helm? Dat wordt ook. Helm wordt naar keuze. Ja. Dus alles gordel om? Nee, dat schaffen we af. Dat is echt helemaal naar eigen keuze. We geven iedere burger weer een eigen verantwoordelijkheid. Hoe ga jij om met jouw verplaatsingsbehoefte of speelbehoefte of voetpadbehoefte? Ja. Het klinkt allemaal fantastisch. Ja, het gaat komende zomer in. Ja. Dan worden dus van gemeentewegen de voetpaden afgebroken. De speelplekken worden afgebroken. De wipkippen komen op willekeurige plekken. Gewoon midden op het asfalt van de ringweg. Ja. En dan krijgen we een levendig krioelen van alle leeftijden, alle weggebruikers. Ja. Door elkaar. De datum wordt niet publiek gemaakt. Nee, opeens is het zo. En de gemeenteauto's zullen als eerste zich zo gaan kriskras. Vuilnisauto's. Dus als je gemeentewagens door rood ziet rijden of juist voor groen ziet heel erg lang ziet wachten, dan is denk het zover. Hey, het is zover. Nou. En dan kan je ook met je driewieler de straat op. Ja, nou dat klinkt fantastisch. Ik wou u heel erg bedanken voor dit gesprek. En we kijken allemaal uit naar komende zomer. En dan zullen we het op een bepaalde dag wel merken. En het is natuurlijk ook weer een geval van de terugtredende overheid. Ja, en dat is altijd goed. En dat is altijd goed. Het radiostation voor Berg Eik. De auto's rijden hard, hoe pakken wij dat aan? Er kwamen overal drempels en borden te staan. De snelheid die moest terug, want er was groot gevaar. Maar als je niet goed uitkijkt, ben je 5 minuten klaar. Jibbel, bul, jibbel. Ik begin het al te voelen in mijn grote teen. Op heel doeltje 2. Op en nu. Laat mij snel thuis zijn, o lieve Heer.
Tje drie. Den helle weg leer vol mee op olie. Bel. Tje tien. Bel. Tje twaalf. Asje. En dan tot slot de moraal van ons verhaal. Op een ander wippen doen we allemaal. Ah, wat fijn. Dat er in ons dorp zoveel bultjes zijn. Oh, Petje zwaait naar mij. Er is een telefoontje. We gaan even het telefoontje beantwoorden. Ja, hallo, met wie spreek ik? Hallo? Ja, hallo. Hallo, Radio Bergijk hier, hallo. Is Peer er ook? Nee. Peer is op het moment eventjes weg. Wie kan ik zeggen dat er gebeld heeft? Zo raar. Nee. We gaan door, dames en heren, met een aantal gewone berichten. Raar telefoontje. Mededelingen senioren, voor senioren, door senioren. Hallo, hier spreekt Jaap Groot. De volgende instellingen zijn vanaf heden gesloten voor senioren. Jan Schellens, fiets speciaalzaak. Paul Gerrits, fotografie. Financieel dienstverlening Antonis in Merlin. En las- en constructiebedrijf Kremers. Daar mogen we vanaf morgen niet meer in. Einde mededeling. Heer Klaas Groot, aanvullende mededeling op de vorige. Ook de volgende bedrijven zijn vanaf heden gesloten voor ons. Staalhouderij Shotblast Continental. Service en terrasoverkapping in Sunhouse. Touringcarvervoer. Momentje. Ik ben even de papieren kwijt. Hallo. Autobedrijf Meurs, Divas Fashion, Festo Tooltechniek Zender, Zoontjes Heel Warmbeek, Autobedrijf Gerrit Visser, Autobedrijf Piet Bosband, Autobedrijf Meijers, Handelsterrein Hagelkruis, Robbie Steunpaleis. Ik ben even de papieren kwijt. Hallo, Voorhuizenhandel Jo van der Ven, Tuinhuizencentrum A van de Munkhof, Esco Vloeren, Houtmark van Ham, Patrick Bertrams Montage, Rotos Speciaalhaak het Vlechthuis, Dankers Babykleding, Van Lierops Markgravenverhuur, Slenders Witgoedservice, het Tapijttegelhuis, Tanja Mode, Van der Bos Naaimachines, einde mededeling. Nou, heeft het gehoord, de seniorenmededelingen. Het is ons opgedragen door de gemeente om dit te doen. Dus ja, daar kun je verder ook niks aan doen. En misschien zijn de senioren er blij mee, laten we het hopen. De tijd zit er zo'n beetje op. Ik ga dadelijk eens eventjes op zoek naar Peer. Zeker nou dat met een rare telefoontje, een beetje gek. Maar goed, ik ga op zoek naar Peer. We gaan de uitzending afsluiten voor vandaag. En ik hoop u morgen weer aan de radio gekluisterd te vinden met de nieuwe uitzending van Radio Bergijk. En voor nu zeg ik voor alle zieken in Bergijk, wetenschap en alle gezonde Bergijkenaren, kop op!